Assist helpt u bij het manoeuvreren door de afstand tussen uw auto en een obstakel te meten via ultrasoonsensoren in de voor- en achterbumper. Het systeem waarschuwt u met geluidssignalen die met kortere tussenpozen afgegeven worden naarmate het obstakel dichterbij komt. U kunt de omgeving van uw auto ook bekijken op het multimediascherm. Groene gebieden geven aan dat het obstakel op enige afstand staat. Ze worden oranje als u het nadert. Als het obstakel ongeveer 30 centimeter van uw auto is verwijderd, hoort u een continu piep en het markeringsgebied wordt rood. Let op, dit systeem werkt alleen bij snelheden onder ongeveer 10 km per uur en alleen als een versnelling vooruit/achteruit is ingeschakeld. U kunt sommige instellingen van Park Assist via uw multimediascherm veranderen. Kies voertuiginstellingen, Park Assist en daarna obstakeldetectie. U kunt nu de pieptoon veranderen of afzetten, maar ook de obstakeldetectie in- of uitschakelen. Als u de pieptoon wilt uitschakelen, maar uw auto geen multimediascherm heeft, moet u eerst de auto helemaal stoppen en daarna deze schakelaar zo vaak indrukken dat u in het menu Voertuig komt en vervolgens bevestigen met OK. Druk deze knop nu meermaals boven of onderin om naar het menu Instellingen te gaan. Druk op OK om te bevestigen. Ga op dezelfde manier naar het menu Park Assist en bevestig opnieuw. Kies piepvolume en gebruik deze knoppen voor harder/zachter of om de piep af te zetten. Om het systeem goed te laten werken, moet u de ultrasoonsensoren vrijhouden van enig vuil, modder of sneeuw. Ten slotte is het belangrijk om u te realiseren dat dit een rijhulpmiddel is en dus geen reden om minder alert te zijn tijdens het rijden. Let tijdens de manoeuvre steeds op onverwachte gebeurtenissen of kleine obstakels die niet door de sensoren worden waargenomen.